dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vorige week was er even geen weekvlog online, maar ik had heel eventjes een pauzeweekje voor mezelf. Het is vandaag maandag en ik heb vakantie. En ik ga over een kwartiertje weg, want ik ga samen met mama 5 dagjes naar Spanje. Mijn opa en oma zitten daar in Benidorm en we gaan ze bezoeken. Dus ik ben zo excited, want het is daar nu gewoon warm en de zon schijnt. En het is daar op dit moment 20 graden met een zonnetje. Als je even scherp stelt, kan je zien dat het echt mooi weer wordt. Daar heb ik echt gewoon ontzettend veel zin in. Want hier buiten stormt het en is het koud en regent het. En ah, vreselijk. Ik heb hier mijn koffertje. Helemaal propjevol, dus ik kan niet zoveel kopen daar. Maar het is gelukt. Ik ben mega excited en we gaan zo meteen in de trein naar Schiphol. En ja, dat is. Goedemorgen, ik ben wakker geworden in Spanje en ik sta precies in de zon nu. En ik heb echt een heel mooi uitzicht hier. Ik ga het even laten zien. En ik zal het dus heel even kort uitleggen. Mijn opa en oma die zijn hier voor 3 maanden of zo, zoiets. Ik weet niet precies. En ja, we gaan ze nu gewoon even een weekje opzoeken. We zijn nu ook in hun appartement. En ja, niet eens een weekje trouwens, 5 dagen. We blijven tot vrijdag. En ja, het wordt vandaag heel erg mooi weer. Het wordt 24 graden, dus we gaan lekker de hele dag op het strand zitten. Dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in, want daar ben ik echt heel erg aan toe. Ik heb ook gewoon weer lekker mijn bikini aan en mijn zomerjurkje. En dat is echt heerlijk. Oh, dus daar heb ik heel veel zin in. En het zonnetje schijnt al lekker. Love it. Spannend. Nou, we gaan even winkelen, 's avonds. Het is 7:15 en we gaan even naar de Zara. Want die zit hier. Want ja, je moet wat in het leven. Dus ja, we gaan gewoon even lekker winkelen. Ik heb weer wat te lopen. Hebben we al niet genoeg gedaan vandaag, hè mam? We gaan heel veel. Oh jawel, je hebt wel je Fitbit om. Ja, ik heb nu mijn Fitbit om. Nu kunnen we zien hoeveel we lopen straks. Hadden we hem eigenlijk de hele dag om moeten hebben, want we hebben vandaag de boulevard volgens mij wel 3 keer afgelopen. 1, 2, 3, 4 keer. Dus ja, we hebben heel wat gelopen vandaag, maar ook heel wat gelegen. Trapje af. Trapje op. Trapje af. En dat ook. Ik heb voor de verandering weer eens een keertje een nieuw broek gekocht bij de Zara. Hebben jullie ook altijd, als jullie op vakantie zijn, dat je makkelijker geld uitgeeft aan kleren? Ik heb dat namelijk wel, want in Nederland zou ik een broek van 30 euro al snel denken, nou laat maar zitten. En hier koop ik het gewoon, zonder er bijna over na te denken. Ik heb dat altijd als ik op vakantie ben. Hebben meer mensen hier last van of ben ik de enige? Ben ik benieuwd naar. Nou, even naar de Burger King. Ja, lekker. Oh, hij doet niet scherp stellen. Nee, ik eet geen vlees meer, dus we komen niet ver. Het is geen vega burger. Weet ik niet eigenlijk. Wat een vegetal. Oh my god, ze hebben een vega burger. Lekker. Top. Zo, nou we hebben weer lekker op het strand gelegen. Lekker wel. Naar de markt geweest. En nu gaan we even wat drinken, want het begint een beetje te waaien. Beetje frips. Brut. Hallo, het is vandaag donderdag en ik lig weer op het strand. Mama is dood. Nee, ze leeft nog. Ik doe niet heel veel meer dan dit, dan op het strand liggen. En ik heb heel veel gelopen hier. Steeds naar de andere kant van Benidorm en weer terug en dat soort dingen. Gewinkeld. Ik weet ook niet zoveel op gevlogd, dus ik denk ik praat jullie even bij. Maar het is gewoon echt leuk hier. Gezellig met opa en oma. Lekker weer. Ja, ik geniet. Dat was het voor vandaag.
alles wat hij aanraakt in goud. Vele hits heeft hij op zijn naam staan. Er werd zelfs een heuse documentaire over hem gemaakt. Deze kreeg de titel Zij gelooft in mij. Zij gelooft! Nou, en toen hadden we het geweldige idee om naar een kerkje te lopen en 30 kilometer omhoog te lopen. Ja. Oké, het valt mee. Ja, het lijkt valt mee. Maar het is toch omhoog lopen. Maar het is wel inderdaad wel mooi hier. Moet ik zeggen. We moeten wel straks nog een fotoshoot doen, man. Ja. Gaat nog, oma? Jawel, oma. Ik heb mijn brilletje af. Oh, ja. Zie je dat nou? Ik doe heel even aan mijn telefoon filmen, maar het is vandaag zaterdag en het is avond. En zoals je ziet ben ik weer terug in mijn kamertje. En ja, ik heb even mijn telefoon nu gepakt, omdat mijn camera ligt ergens onderop in mijn tas. Oh, ik ben zo blij om weer hier te zijn. Ik weet niet, ik vind het gewoon zo fijn om weer lekker in mijn eigen kamertje te zijn. Ik heb wel echt een superleuke week gehad. Echt heerlijk. Het is gewoon heel raar als je nu buiten loopt. En dat het stormt en dat je denkt, wow... Letterlijk gisteren was ik nog in het zonnetje en lag ik nog op het strand. Dat is gewoon, dat besef ik me gewoon al bijna niet meer. Omdat het hier gewoon zo rot weer is. Dus ja, ik heb er echt intens van genoten. Het was echt heerlijk. Kijk, heb ik gewoon een rode neus van de kou. Maar goed, ik ben dus weer in Tilburg. Ik ga morgen de hele dag studeren. Want ik moet echt heel veel doen. Ik had al heel veel dingen moeten doen, maar dat is gewoon niet gebeurd. Want ja... Ik was gewoon vakantie aan het vieren en dat mag dan ook wel, vind ik. Maar nu moet ik alleen gewoon heel veel dingen inhalen. En dat ga ik morgen doen in de bibliotheek. Dus dat wordt niet leuk. En boodschappen doen moet ik ook. En ja, dat is minder, maar goed. Hoort er ook bij. Ik ga nu zo meteen even mijn twee koffers uitpakken en alles even opruimen. En dan kan ik al bijna naar bed, want het is nu al 10 uur. Dus ja... Dat. Oh ja, en voor de oplettende kijkers, ik ben vandaag naar de kapper geweest. Ja, ik weet niet of het te zien is, maar mijn haar is gewoon weer een stukje korter. Want de puntjes moesten eraf, want het was echt super dood. Dus ja, het was wel heel mooi lang, maar het kon echt niet meer. Het zag er echt niet uit. Op een gegeven moment dacht ik ook, ja, ik vind het nu ook gewoon eigenlijk helemaal niet mooi. Dus ja, de puntjes zijn er weer af. Maar goed, mijn haar groeit super snel, dus waarschijnlijk over een maandje of zo is het alweer helemaal lang. Dus prima. Hallo, hallo, hallo. Ik heb vandaag de hele dag in de bieb gezeten en gestudeerd. Dat was echt, echt voor herhaling vatbaar. Dat ik dat nooit eerder heb gedaan. Dat is gewoon zo top. Ik heb lang niet alles van mijn lijstje af kunnen werken. Maar ik heb ook wel echt een hele grote to-do-list. Dus ik denk ook niet dat dat, zeg maar, haalbaar was. Om dat in één middag allemaal te gaan doen. Ik heb best wel veel gedaan voor school. Want nu ben ik toch iets verder gekomen. En als ik hier thuis was geweest... Had ik echt nooit zoveel gedaan. Dan was ik op een gegeven moment me gewoon gaan vervelen. Had ik hier andere dingen gedaan. Dus nee, het was echt top. Ik moet dat gewoon echt vaker doen. Want we hebben nu de komende tijd best wel veel... Ja, echt studeer-leerwerk. Het is gewoon echt heel handig als ik dat gewoon daar ga maken. Ik ga dat denk ik gewoon even inplannen. Wanneer ik deze week dat misschien ook nog ga doen. Ja, het was echt heel top. Ik moet dat echt vaker doen. Ik deed het vroeger ook nog wel eens toen ik zeg maar eindexamens had. Ging ik ook in de bieb zitten. En dat vond ik toen ook zo chill. Ging ik gewoon met een klasgenootje in de bieb. En dan gingen we gewoon de hele middag aan iets werken. En dat, ja, dat is gewoon... Dat werkt echt super goed. En hier in de Lokkehal in Tilburg is er ook echt super veel plek. Er zijn eigenlijk overal wel studerende mensen. En dat motiveert ook gewoon heel erg. Dus dat is top. Ik ga nu even eten maken. Ik heb honger. Dus ja, dat ga ik doen.